Voor mij staat meneer Van Nieuwenhuizen, OVDP van de politie, tijdens een ongeval die gebeurd is op de rotonde Meneweg bij de Bovenheijgraaf. Mag ik u vragen wat er is gebeurd vanavond? Nou, we hebben zojuist een melding gehad dat er een bromfietser tegen een boom aan was gereden. Wij waren vrij snel te plaatsen. Troffen situatie aan zoals u hier ziet. De brommer of de scooter lag naast de boom. Bestuurder die was bewusteloos. Bestuurder komt die kennelijk uit de buurt. Zag er vrij ernstig uit. Direct ambulance gewaarschuwd. En die hebben zich over het slachtoffer ontfermd, zoals ze dat ze netjes noemen. Ja. En hij wordt nu overgebracht naar het ziekenhuis in Zwolle. Om na een onderzoek te gaan doen naar zijn medische toestand. Hij was bewusteloos, zoals ik al zei. Dus moet ik nu aan de hand van sporen gaan kijken wat er precies gebeurd is. Opgeschaald, wij weten een traumahelikopter uit Amsterdam die ingevlogen zou worden? Dat is correct. Er zou aanvankelijk een traumahelikopter komen. Maar gelet toestand en de aanvliegtijd van de helikopter heeft de OVD van de geneeskundige dienst besloten om het per ambulance te doen. Omdat het dan sneller in het ziekenhuis konden zijn. Ja. Achter ons wordt op dit moment door de FOA een soort van... Dat is technisch spooronderzoek, om te kijken of het sporenbeeld klopt met wat getuigen schetsen. En sporen liggen niet, zeggen wij altijd. Dit soort ongevallen is eigenlijk standaard procedure. Wat gaat er voor de rest van het gebeuren vanavond? Ja goed, we wachten dit spooronderzoek af en zijn collega's mee naar het ziekenhuis om te kijken of we daar wat meer over het letsel te weten kunnen komen en de toestand van het slachtoffer. De familie van het slachtoffer is ook naar het ziekenhuis, dus we kunnen daar ook een kleine toelichting geven wat wij hier doen en wij van hun kunnen horen wat er met het slachtoffer gaat gebeuren. Dank u wel. Oké, graag gedaan.